Ja, nou ja, goed, onze reactie is een duidelijke. Wij als ADO Den Haag nemen een bescheiden rol in het geheel. Het is natuurlijk een vervelende situatie dat we op dit moment ervaren. Mijn veiligheid staat voorop. Dat is het allerbelangrijkste. Dus uiteraard zijn wij ook eens met de beslissing die is gemaakt. Nou ja, goed, uiteraard hou je de situatie nauwlettend in de gaten. Je weet gewoon wat er speelt op dit moment. Dus je hebt wel wat contacten uiteraard. Alleen je wacht toch wel even de persconferentie af van de minister-president. Nou ja, goed, daarin heb je natuurlijk ook de standpunt die ADO Den Haag inneemt en de KNVB ook. Waarin we aangeven dat wij graag voetbalwedstrijden zien met supporters. Dus dat betekent dat als er geen supporters bij zijn, dat we ook niet spelen. Ja. Wat gaat ADO Den Haag nu doen tot en met 31 maart? Hard trainen. Dat gaat wel door? Ja, we gaan gewoon hard trainen, natuurlijk. Ja, en bijvoorbeeld vriendschappelijke wedstrijden spelen achter gesloten deuren, hoort dat ook tot de mogelijkheden? Nou ja, zoals we hebben pas nieuws vandaag gehoord, dus we zijn nu bezig om te kijken hoe we de komende weken vorm gaan geven. Ja, nu is het zo dat jullie een Engelse trainer hebben. Er wordt natuurlijk ook gezegd, ga niet in ruimtes komen waar meer dan 100 man zijn. Een vliegtuig is iets waar meer dan 100 man in kan zitten. Hebben jullie bijvoorbeeld tegen de trainer gezegd van, blijf maar in Nederland en ga niet reizen? Ja, dat geldt niet alleen voor de trainer, denk ik. Er zijn natuurlijk meerdere mensen die bijvoorbeeld ook met vakantie willen gaan. Dus wij hebben het breder getrokken. En ook daarbij luisteren we naar het advies van de persconferentie van de minister-president. Waarin duidelijk wordt aangegeven dat ook reizen naar het buitenland wordt afgeraden. Gisteren, meen ik, bij de KNVB werd er over bepaalde fases gesproken. De eerste fase is nu in feite direct voorbij. Er worden geen wedstrijden meer gespeeld. Is er wel kans dat jullie als clubs, want daar zullen jullie ongetwijfeld over gesproken hebben, dat in een tweede of in de derde fase dat er wel wedstrijden zonder publiek gespeeld gaan worden? Ik ben er heilig van overtuigd dat de komende dagen daar weer de bespreking over zal gaan. Dat we een uitnodiging krijgen, dat geloof ik wel. En dit zal zeker wel een agendapunt zijn. Dus het is mogelijk dat er wedstrijden dit seizoen nog worden gespeeld zonder publiek? Zeg maar, het standpunt is dat we met supporters willen spelen. Alleen ja, kijk, het EK komt eraan en het is natuurlijk heel krap wordt het. Dus nood breekt wel eens wet. En we gaan afwachten of dat ook voor dit het geval is. Ja. Heb jij andere geluiden gehoord dan wij misschien over het eventueel uitstellen van het EK tot 2021? Nee, daar hebben we geen geluiden over gehoord. Nee. Vind jij niet dat de KNVB proactiever had moeten zijn gisteren? Dat jullie toch te veel zijn blijven zitten op het standpunt van we moeten door met die competitie? Ja, ik vind juist dat ze erg goed hebben gehandeld. Omdat je hebt natuurlijk te maken met de veiligheidsregio en de besluiten die er worden gemaakt vanuit de Tweede Kamer. En daar is de KNVB natuurlijk ook afhankelijk van. Dus op dit moment wordt er een beslissing gemaakt. Ja, en dan handelen ze op de juiste manier door bijvoorbeeld ook de jeugdwedstrijden te cancelen. Dus ik vind dat ze tot het uiterste gaan op dit moment. En dat is altijd, weet je, later zal altijd blijken of het de juiste keuze is geweest. Ja. Dat is natuurlijk wat te voorbaren.